En dan is dit een nogal jonge jongen, althans zo lijkt het. Maar hij wordt wel gezocht vanwege pinpasfraude. Want de pas waar hij hiermee pint is niet van hem, maar van een 82-jarige vrouw. Haar pas werd kort daarvoor gestolen toen zij een boodschapje deed. De jongen staat er goed op en ook al probeert hij zo nu en dan een sjaal voor zijn gezicht te houden, het helpt niet, we zien hem toch. Herkent u hem? Waar kan de politie hem vinden? Alle tips zijn welkom via 0800 60 70. En check de beelden ook eens op onze website, bureaubrabant.nl.